bezoek in Lommel. Mr. Ambassador, welkom in Lommel. De Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman bezoekt er de Bislink-beurs. Bij ons is de slogan altijd geweest, het is ook een stukje de katalysator van de ondernemersclubs. Doe meer zaken met uw buurman, maar vooral samen ondernemen in Noord-Limburg. Wij willen maar al te graag Noord-Limburg iets meer op de Europese kaart, maar ook iets op de economische kaart plaatsen. En zodoende is deze beurs eigenlijk een stukje tot stand gekomen, samen met de stad Lommel uiteraard. Ja. Lommel heeft heel wat te bieden als congresstad. We willen uiteraard meer mensen naar Lommel trekken, zakelijke bezoekers. Het is niet dat we geen evenementen meer willen in de Soeverein. We willen gewoon aanvullend inzetten op die zakelijke bezoeker. Met beurzen, maar ook met congressen, met vergaderingen. Dat kan gaan van een vergadering van 10 personen tot een vergadering van 500 personen. Dus we hebben eindeloze mogelijkheden in Lommel. Het gaat niet enkel om het aanbieden van een locatie. De stad wil een totaalpakket presenteren. Dus op vlak van catering, overnachting. Maar we hebben ook een heel aantal toeristische arrangementen uitgewerkt die gecombineerd kunnen worden met een vergadering. Dat kan variëren van een chocoladeworkshop, een Vespa-tour door Lommel, een tour met een elektrisch wagentje in het motto van Lommel pure energie, maar ook een begeleide rondleiding door de Sahara. Dus echt wel leuke activiteiten.